dit komt goed. Nou is het kut, maar dit gaat over. Jamal, jouw tijd komt nog wel. Dit is iets waar je doorheen moet, Jamal. Over een tijdje lach je iedereen uit. Fuck! Ik ga op toe met de winnaar Ajax, begrijp je dat? Het enige wat ze me aangeboden is een baan bij de PDT. Of ik godverdomme postbode wil worden. Ik wil geen postbode worden. Wat weet jij nou? Me han dicho que trabajas movedor en arreglo de barco de Fins. Me parece un acto muy noble de tu parte. Sí. Pues Fins quiere utilizarlo para me contrabandear a Holanda. Ah, pobrecito. ¿Tú crees todo o qué? ¿Quién se va a tragar que puedas flipar con pastillas para el reuma? ¿Qué te puestas? What are you doing? Primero. We'll do this some other time, okay? Primero un calmante. Fuck. Y después, el pastilla para droga. Klopt het wat je gisteren zag in een café bij de Arena? Ja? Ja. En klopt het ook dat jij meteen wegging toen jij zag dat wij met Salomon zaten te praten? Nee. Nee? Nee. Ga ik je nu een verhaaltje vertellen? Jij zegt ja als het klopt. Je hebt de kans gekregen om te laten zien wat je kan, omdat Edwin geblesseerd is geraakt. Maar zodra Edwin weer fit zou zijn, kwam jij weer op de bank terecht. Klopt? Hey, wat ons verbaast is dat Manchester zowel jou als Edwin wilde kopen. Dat is vreemd, toch? Ze willen Edwin, waarom zouden ze ook nog een mindere voetballer willen voor dezelfde positie? Maar geen mindere voetballer, maar gewoon verschillende kwaliteiten. En ze wilden Edwin niet, ze wilden mij. Maar Jacques Salomons werkt ook aan een transfer voor Edwin. Bullshit. Salomons deed niks meer voor Edwin. Salomons was een manager. Inderdaad, was. Salomons heeft het mezelf gezegd. Hij had geen goed woord meer over voor Edwin. Salomons, Edwin, verleden tijd. Sinds wanneer? Dat weet ik veel. Manchester United is alleen in mij geïnteresseerd. Manchester is niet gek. Ze wilden Edwin. Ze wilden alleen wachten tot hij fit was. Dat wist jij ook, maar je hebt hem niet fit willen laten worden. Zeg jij dat ik Edwin heb vermoord? Dan moet je eens luisteren, vriend. Je hebt een tweede keus bij Ajax en dan kan je ineens naar Engeland. Klopt. Mijn tweede keus bij Ajax, ja. Dus, vind je het gek dat ik hier weg wil? Hoe lang zijn jullie al met Manchester aan het praten? 2 weken. En wanneer heb jij het voor het laatst met Salomons erover gehad? Gisterochtend vroeg in de Skybox. En die was er al toen jij kwam? Hoe laat was dat? Vroeg. We hebben nog gezien hoe Edwin werd gevonden. Zeg B. Nee. Stripheld, guess what? Ik ga de vergunning van de baas overnemen. Maar 2 ton. Ja, tuurlijk joh. Dan mag je geen eens. Gaat hij jou lekker zijn vergunning verkopen voor 1 ton te weinig? Maf, Kees. Ik ben heel lullig voor je, maar het is helaas al aan mijn beloofd. Rijdt namelijk veel in de pacht voor hem als jij. Te laat, te laat. Zijn we naartoe. De vergunning is naar Mahmoud toe. Hoe maak je de druk om die doekoe? Je pacht blijft nog steeds hetzelfde. Dan ben ik je nieuwe baas. Ik begin maar aan te naaien. Die beuken.
Wil je met me trouwen? Ja, tuurlijk. Jij ineens niet dan? Jawel. Ik ben geen maagd. Wat? Vertel je me nu pas. Ik weet niet wat ik hoor. Weet je wel hoeveel ik van je hou? En dan laat je me zo zitten? Maar als je van me houdt, dan is het toch niet erg? Ik blijf gewoon hetzelfde. Hetzelfde? Hetzelfde? Marwan! Marwan! Dat is vast heel interessant, uw beroep. Ach, weet u, werken op de beurs verveelt nooit. De beurs is nu natuurlijk heel volatiel, is het niet? Ja, volatiliteit is mijn specialiteit. Tja, we zijn natuurlijk wel heel streng met geluid. Maakt u zich vooral geen zorgen. Ik luister alleen maar klassieke muziek. Ach, wat heerlijk. En wie is uw favoriete componist? André Rieu. André Rieu Sosa. Dat is een jonge Marokkaanse componist. En hij speelt voornamelijk panfluit. Oh, dat is interessant. Wat leg je daar nou, sukkel? Ontslagen. Ontslagen? Wees blij voor die paar centen per uur. Ja, dat was het niet. Wat was het dan? Een meisje. Een chickie. Jij. Dat is normaal, man. Je laat me lachen. Moet je kijken. Hoe heet ze? Ja, je kent het toch niet? Hé, hey, kom op, man. Ik ken iedereen. Hoe heet ze? Agnes. Agnes. Die van, Wat is er met Agnes? Ja, nichtje van de baas. Is ze blank? Ja. Kankerracist! En nu? Ja, weet ik veel en nu? Weet ik veel. Je bent een kerel, toch? Je laat je toch niet naaien? Oké, dit is wat je gaat doen. Je gaat naar Moes. Hij regelt de brommer voor jou. Je gaat naar de bloemenmarkt, je haalt 3 rozen. Rood, wit, blauw. Oké? Okay? Stad voor geil. Daarna geef je naar de bioscoop. Even een smooth film, een beetje romantisch. Daarna geef je een mooie plekje, zonsondergang. En dan ga je een gedichtje voorlezen. Regel ik via internet. Komt goed. Hé, hey, ik heb alles stijven, man. Shit, ik ga het zelf doen, weet je. Hé, hey, fuck ja, maar je bent gewoon een loser, weet je. Je kan ook niks voor elkaar krijgen. Nou ja, we hebben er in elk geval 1. Tja. Die ouwe heeft bekend, hè? Het gaat niet om ogen. Waar gaat het dan wel om? Om gedwongen prostitutie van minderjarige meisjes. Prostitutie? Vind er maar 1 die aangifte wil doen. Nou, die heb ik gevonden. Sharon heeft net aangifte gedaan. Hé, laat me los! Laat me los! Je gaat even bloed worden, man! Maak jij nou maar eerst je tijd vol, hè? Tussen types die op je spugen.